Ik denk wel dat het tijd is voor de next step, man bro. Je moet je met niemand meer laten fokken, man bro. Dit is ook fully loaded. Yo, Paga, wat's de bedoeling? Ja, ik heb je even nodig, zo. Kom. Ja, toch, hoor. Ik moest eten hebben? We zijn er weer. Oh, ik hoor de Limburgse vlei weer. Waar is Limburgse vlei? Hey, Limburgse vlei, je bent er. We moeten eten? Nee, ik. Heeft u misschien ook een cola? Oh, gelukkig was jij de enige die hem leuk vond. Oh, lekker cola. Oké, jongens, ik ga er weer vandoor voordat ik in deze cel ga belanden. Wat de fuck is er mis, man? Wat met mij? Ja. Met mij is er veel mis, man. Houd dit al zet. Nee, man. Oh, ijs. Oh, hallo. Yo, broski. Hallo, wilt u ook een cola? Een colatje. Die colatjes die jij altijd zo warm houdt met die berenhanden van je. Ja, ja, ja. Ik bedek het net. Letterlijk, bro. Ik ben wel een beetje benieuwd. Wat gaan we doen? Wie is die GT2 RS? Wat is dat dan? Geen idee. Dat is een Porsche. Gaan we meemaken. Fuck Daisy. Oh, de? Of nee, laat maar hem afroder gaan, man. Dit is niet goed. Hij zegt eerlijk, je bent wel een beetje aan het flexen. Je trekt allemaal dure auto's uit het ding. En dan zeggen nee, laten we die rijden. Nee, die is een weird flex. You know. Rare flex, bro. Oh, de fuck DSI nummerplaat, zie ik nu pas. Ja, man. Nou. We gaan even naar jouw osso, ja. Ja, toch? Maar ik heb wel echt mijn osso niet lang niet meer opgeruimd, dus stinkt een beetje, bro. Maakt niet uit, bro. Je weet hoe je me moet uitnodigen, toch? Ja, sowieso. Ah. Oh, ja, hier is het, maar ik moet wel binnenkort een nieuw huis kopen, hoor. Je rijdt gewoon door. Ja, we gaan hem hier zetten, man, bro. Allee, let go, bro, schiet. Ik heb altijd ruzie voor mijn duur. Ik heb ruzie met mijn buren altijd. Ik weet niet waarom. Bro, dit is een puinwijk daarom. Allemaal drerries hier, bro. Even kijken of alles op slot staat, toch? Ja, je dekt voor je buren. Ja, sowieso. Maar je moet een beetje buren. Kijk, ken je dit? Ken je hem? Nee, man. Dat is meneer Boyzan, kom. Meneer Boyzan? Heel wat Boyzan. Boyzan? Ben je ook de buurman? Jij bent buurman Boyzan. Boyzan, buurman. Hij heeft zijn tong verloren. Kom. Bent u er? Ja. Ja, toch. Hoe is het, Boyzan? Rustig. Ja, gaat goed, man. Hey, buurman, check jou later, goed? Rustig. Hi. Kom snel, bro. Ja, ja. Hij is in mijn part. Ik weet niet wat hij wil gaan geven. Als ik denk dat hij wil geven wat hij gaat geven, dan word ik gek. Ben je al een keertje eerder in mijn huis geweest? Nee, maar ziet er gewoon clean uit, bro. Oh, ja. Je rookt veel hier, man, bro. Met rook. Nee, maar het is... Wat heb je hier? Kali? Heb je Kali-wietje hier? Ik weet niet wat een hit nemen, bro. Oh, nee. Pas op! Nee, dat is boring! Niet doen! Oh, nee! Nee, maar je hebt boring gebouwd! Wat heb je gedaan met mijn klootzak? Je bent die boring verslaafd, man. Oh, man. Nee, bro, die shit was lekker, man. Wat is dat, man? Oh, nee. Je moet dit niet meer gebruiken. Nee, nou. Ik ga helemaal stuk, man. Het is gewoon wiet, man. Je liegt, man. Nee, dit is boring. Oh. Ja, hou op. IJs, ik moet het innemen. Oh, nee. Hij vindt het wel. Oei. Bro, wat is dit, kill? Dit is niet goed. Hey, maar bro. Ja. Luister dan, bro. Je rolt al een tijdje met ons. Ja. Ik denk wel dat het tijd is voor de next step, man, bro. Oh, de next step. Is het denk ik de next step over de next step? Ja, man. Je moet je met niemand meer laten fokken, man, bro. Dit is ook fully loaded. Oeh, ik moet even een rondje lopen. Wow. Mannen gaan geblazen worden als ze gek doen. Bro, maar beloof me één ding, man, broertje. Pas op met dat ding en gebruik hem alleen echt wanneer het nodig is. Loop er ook alsjeblieft niet mee rond. Oké, dat snap ik. Maar heb ik wel even één vraag. Stel je voor, iemand komt naar mij toe. Mm-hmm. En hij zegt ineens, kale knikker. Mag ik hem dan schieten in zijn gezicht of is dat niet de juiste reden? Ik zou hem niet gelijk schieten. Laten we het zo zeggen. Het zou wat ergers moeten, snap je? Kijk, bedreigingen, als iemand je wil achtervolgen, dat soort dingen allemaal. Ik zou iemand gelijk neerschieten, man. Ook politie. Als de politie ziet dat je mattie oppakt terwijl je mattie een signalering heeft staan of de persoon heeft meerdere contrabanden bij zich, dan ben je ook, mag je ook gelijk kill aan zijn, snap je? Ja, toch. Het zijn gewoon dingen om jouw broeders te beschermen. Oh, ik ben benieuwd wie als eerste deze staal gaat eten. Man. Kijk bro, zeg dat, ze gaan voor 320 de straat op. Ja. Je gaat er van me mee krijgen voor 1,50, man broer. Oeh. We pakken niks op je, man. Dit is Black Friday!
Dit is kerstkorting. Kerstkorting met ijs, papa. Kerst met ijs, broer. Oh, mannen komen met cadeautje ijs. Kom met Garno. Oké, ik moet jou 1,20 geven. Wat zei je nou? 1,20 is ook goed, broer. Nee. Klak die andere deal. Deal is deal, man. 150, man. Ik moet hem als een man kopen, dit ding. Ja, toch. Weet je hoe het werkt, bro? Geld overmaken weet ik niet, maar ontvangen denk ik wel. Ja, toch. Stabiel. Oh, stabiel. Kijk, met Gregory van de Wiel. Ik heb je ook een volle clip erin gegooid, man. Oeh, ja, clipje kost ook wat, hè? Ja, maar die kostte 10k, man. Oh, shit. Oh, ik zie hem, man. Kijk eens. Ik heb kijken. Oh, de manneke. Ja toch, papa. Alleen niet schieten binnen, dat weet je lo. Mensen moeten niet gek doen, hoor. Hey, richt dat ding niet om, joh, gek. Kijk uit. Anders gaan we Call of Duty spelen hier, bro. Hey. Waarom richt je op mij? Ja, je begint zelf te richten, toch, gek? Ik denk je wil politie en boef spelen, joh, gek. Nee. Laat me gelijk aanvallen. Shit, laat me gelijk denken aan vroeger, man, bro. Doe dat ding weg. Oh, shit. Dus, volgende stap, bro. Leg dat ding weg. Dan ga ik je wat anders leren, man, bro. Oh, dit. Let's go, man. Hai. Heb je doekoe bij je? Weinig. Niet los. Wacht. Moet ik hem wegleggen? Ja, man. Leg hem weg. Gaan we geen mensen in hun gezicht schieten? Nee, nog niet. Denk dadelijk. De box, ik heb nog wel de boksbeug, hoor. Ja, dat geen probleem. Man, dat tuffel op elkaar gewoon. Wauw. Ik zal dat niet pikken, hoor, ouwe. Ik had gelijk door de twee uitgedeeld, ouwe. Wie spuugt op wie? Man, de maat. Oh, die man spuugt op jou, bro. Die ding zit nog op jouw gezicht. Spuugt hij serieus op mij? Oh, hij spuugt op jou, bro. Ik word er wel een tuf, hoor. Ik word een tuf, bro. Ik zie klodder in jouw nek. Waarom worden jullie tuf, bro? Broer, ik hoorde er wel een tuf daar, hoor. Dat was een low-key tuf daar, zo. On the low. Die man zei poison. Oh, ik hoor dat vaak, man. Wat betekent dat? Ik weet echt niet, man, bro. Voor mij betekent het buurman. Weet je echt niet wat het betekent? Ik weet het niet, man. Waarom? Ik zie dat, man. Kleine bitch. Jullie zijn gelijk stil, papa. Die man leg je gewoon uit. Man, durf niet te spugen, hoor. Man is geen lama. Wil ik spuug spetter, ik heb gezegd. Kijk hier, ha! GG's. Jezus. Gekijs hier, ouwe. Oh, die man heeft dingen bij zich, man. Gek. Hij heeft wel die ding bij zich. Hey! Uitstappen! Ja toch! Ja! Ik ga even je mesje pakken. Ja toch. Fouilleer hem, collega. Later, hè. Yo. Hey, boys up, much love. Wat de... Jongens, dat is te lang. Ik ga helemaal brokken, hoor. Stap in, ik hoop dat je dat hebt opgeslagen, hoor. Alles staat erop. Bro, dit was zo mooi, hè. Bro. Ik was zo precies daarvoor aan het wachten, bro. Ja, ik dacht ook van AJ heeft sowieso loopt iets, weet je. Hij zei het toch, test me, broer. Ik wist hij heeft iets. RIP! Dat is weer een snelle niffie. Snelle jelle. Man de maat. Had hij nog meer bij zich of? Nee, alleen die mesje. Hij gaf me net wel een goede waarschuwing, maar ik wist niet dat ik dat ding in mijn hand had, joh. Je ziet het moeilijk soms, hè? Ja, klopt. Maar weet je waar ik op let? Als jij niks in je hand hebt, heb jij gewoon een losse hand. Als jij die nakkeldaster in je hand hebt, heb jij een vuist, snap je? Een vuist. Dus dan weet je gelijk, hé, die man is strep. Die man voelde zich kut. Ja, broer. Hij kon het weten, bro. Ja, het criminele leven, broer.
Wat is hier nou ook weer? We hebben hem ook weer. Wat zie je nou weer aan, man? Opie, wat zoek. Ik zeg het eerlijk, jongens, qua fit, kleine spelers. Kleine spelers. Man, kom gelijk voor. Pak nakken, man, boys. Nak hem. Nee. Klap hem, man, boys. Nak deze kale. Nak hem, man, boys. Hey, hij is bezig. Klap. Hey jongens, ik ga heel zachtjes met jullie praten. Bro. Ik ga binnenkort iets trekken op jullie. Hey, maar hoor deze. Van die kleur of zo. Net twee boys zoeken ruzie op de BP. Ik zeg, ojo, pik het dat, ojo, ojo. Die ander zegt, bro, raak maar, ga je. Die ander geeft hem één klap, die ander trekt Niffy, ik trek Scorpion. Oh, ja, die twee moesten in de lach waren. Ik heb ze gezien bij taxi. Ja, man. Nee, ik zag ze daar zo. Oké, ik moet even wachten op IJsjes, die is gereedschap aan het pakken. Ja. Jongens, als hij straks instapt, ik ga zoiets grappigs doen. Die waar is IJs? Ik weet niet of... Oh, daar is die, daar is die. Let op, jongens. Let op. Ik heb iets nieuws geleerd. Zo. Ga jij hem even. Zo. Hij heeft weer wat nieuws geleerd, man. Tering, hij zat erop te wachten, volgens mij. Ik verlies ook gewoon letterlijk leven, kill. Oh, sorry, man. Laat mij daarna zitten, Peter. Dat kan ik niet. Okay, maar IJs. Je moet wel even uit. Wat is de bedoeling? Wat gaat er gebeuren? We gaan weer wassen. Oh, ding. Wat voor man zijn we, jongens? Dus we hebben fully focus nodig. Ja, we kunnen nu best wel verspreiden, toch? Hey, maar moet ik mijn nakko niet halen? Je kan, maar... Ik ben niet bang om kwijt te raken. Ik blaas man in hun gezicht. Het is een nieuwe weet, porto, maar, ik weet je waarom, toch, maar. Het is jouw enigste. Ik zou het nu nog niet doen. Met zulke acties, als je echt op pad wil gaan, moet je wel wapens hebben, snap je? Oké, nieuwe kijk, porto. Als ik nu wat kwijtraak, Peter, ik kan het permitteren. Ik haal nog wat, ik pak nog iets, porto, snap je? Oké, okay, dan heb ik mijn boksbeugel. Ik ga iemand op zijn achterhoofd hitten als het moet, man. Let's go. Bro, mij maakt niet uit, hè, maar ik denk gewoon een beetje voor je mee, toch, bro? Ik wil niet dat je hem snel kwijtraakt. Hey, we kunnen prima even verspreid rijden, toch? We hebben genoeg wat. Ja, man. En trouwens, bro, om nog slimmer met dat ding om te gaan. Ja. Ik kan het beste bij mij bewaren. Oh, als we huisvoeging doen ofzo. Juist. Willen ze leuk doen, word je gezocht voor meerdere zaken en pakken ze jou, op je huiszoeking aan je ass. Dan ben je hem sowieso garantie kwijt. Zet je hem bij mij, gaan ze hem nooit vinden. Oké, als er nu straks iets geks gebeurt, dan kan ik niet meeknallen. Nu hebben jullie wel een extra man. Ja, dat wel. Wow, hebben we nog tijd om dat ding te halen? Ik ga gewoon op pad, man. Ja, toch. Hé, wat is dit t-shirt, zie ik zo? Is dat nieuw? Wat toch? Oh nee, is er al lang, man. Bro, het leek net alsof er een kledingwinkel was. Ja, we kunnen wel halen. Waar rij je hier met z'n drieën, man? Jay, kan jij misschien even een verse rappen? Ik er? Ja. Oh ja, trouwens, auto, ben je clean, Kalash, of niet? Heb je signalering? Ben je clean of heb je signalering? Als het goed is, ben ik clean, man. Zo ga ik weten. Jongens, we gaan mijn wapen halen. Ik ben ready, maar ook al raak ik hem kwijt. Rijden is rijden, jongens. Schieten is schieten. Kijk hem. Dit is hem, jongens, dit is hem. Hé, hey, Peter Piet, laat me een foto maken met jou dan. Nee, ik wil geen foto, man. Jawel. Hier kom jij. Oh, bro, luister dan. Ja. Je staat echt op het punt fucked up te gaan. Nee, echt, jongen. Fucked up. Niet doen. Begin weg te gaan. Ik ga rennen. Peter Piet, nee, Peter Piet, kom hier, alsjeblieft. Peter Piet! Oh, verschrikkelijk dit. Peter Piet. Oh. Ik ga hem maken. Deze kom ik. Yo. Weet je man? Hey, die gaan we schieten, hè? Laat me even staan. Kom. Deze man gaat, hij weet, hè, daarom stond hij daar. Hij is weg. Ik sta hier en breng hem terug hierin. Maak een rondje en breng hem terug. Ja. Peter Piet, ik zie je wel! Hey, ik man! Klaar! Oh. Kom, snel. Dat is zo. Volg man. We gaan garage, Kalash, kom. Kalash, garage, ja. Oh, dit gekke spot dit. Kom. Je zag het, jongens, man werd gelijk geblazen. Hé, hey, dit is wel een gekke spot dit, hè? Ja, doe op visper, bro. Ja, heb ik. Yo, Kalash, ik heb die man moeten schieten, man, bro. Ik zit verstopt in de garage op verdieping 1. Blijf even uit de buurt, wij zijn nu op dit moment nog goed. Wat een gezeik. Ja, je kan komen als het geen politie is. Ik weet van niets, man. Zag je niet eens, man. Bij de avond. Man is gaan slapen, man. Hey, boys. Boys, kijk even naar achter. Bye! Jullie hebben de verkeerde Peter Piet wakker gemaakt.